Leuk dat jullie weer kijken naar onze tutorial en welkom bij ons in de studio. Ik ben Wendeline en ik dans bij het Nationale Ballet. En vandaag gaan we een promenade doen. En dat betekent dat we vandaag geen bar nodig hebben, maar dat je een beetje ruimte nodig hebt om het te kunnen doen. En ik ga jullie stap voor stap uitleggen hoe het moet. Veel plezier en succes! Een promenade is eigenlijk zoals een langzame pirouette. Daarbij gaan we niet op onze tenen staan, zijn we plat op de voet, maar het is wel een beetje een balansoefening. We beginnen in een tendu achter. En zoals in de vorige tutorial, waarin we een arabesque hebben gedaan, precies die houding gaan we aannemen. Dus mijn armen zijn in een eerste arabesque positie. Mijn voet komt van de grond. Dus nu begint de balansoefening al. En wat we doen, is langzaam draaien door alleen mijn hiel naar voren te brengen. Dus mijn gewicht is een beetje op mijn voorvoet. En ik probeer precies dezelfde houding aan te nemen. En vanuit daar kunnen we na de arabesque ook naar attitude gaan. En dan doen we precies hetzelfde. We proberen precies dezelfde houding aan te nemen. En we gaan langzaam draaien. Gewicht een beetje op de voorvoet. En met kleine beetjes brengen we onze hiel naar voren. En dit kun je natuurlijk ook naar links doen. En hoe meer je dit oefent, hoe hoger je benen kunnen worden. En kan dit later ook naar grote pirouetten leiden. Veel succes! Geloof me, de meer je dit oefent, de makkelijker het wordt. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je er heel veel plezier in hebt. Ik hoop dat jullie deze tutorial weer leuk hebben gevonden. En vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op onze kanalen om overal van op de hoogte te blijven. En ik hoop je bij de volgende tutorial weer te zien. Bedankt voor het kijken!